Hallo dames en heren, jongens en meisjes, en wat nog meer meekijkt. Mijn naam is Niek en ik heb weer een unboxing voor je. Ik weet dat het een lange tijd is dat ik weer wat gedaan heb op mijn kanaal, maar ja, het is in deze tijd een beetje lastig, een aantal zaken. En de unboxing dat ik heb is van Mario Kart Live Home Circuit. Die is gisteren bij mij binnengekomen, maar dat was vrij laat en toen was het veel te donker om überhaupt nog iets op te kunnen nemen. Dus vandaar. Het is, zoals je ziet, niet de eerste Mario Kart spel. De vorige Mario Kart was... dit zal dan of de 9e of de 10e Mario Kart zijn. Afhankelijk van of de mobiele versie meegerekend wordt als een officiële Mario Kart. Dus Mario Kart World Tour, die je op mobiele telefoons kunt krijgen. Maar dan is ook weer de vraag van, wordt dit gezien als een officieel onderdeel van de Mario Kart series? Want zoals zoals ik al net aangaf, er zijn meerdere varianten. De laatste die op de Switch uitkwam was Mario Kart 8 Deluxe, maar dat is een port van de Wii U versie. En daarvoor hebben we eigenlijk alleen maar een andere numerieke, is Mario Kart 7. Maar en voor de rest is de Mario Kart altijd met een of andere subtitle, zoals Mario Kart 64. Dat zou dat betekenen dat dit de 65ste wordt. En Mario Kart Double Dash, Super Circuit. En ja, DS, Wii. Ik heb die ook, maar jammer genoeg doosje is gestolen. Iemand had losse vingers. Maar goed, we willen nu hier naar kijken. Powered by VLAN Momentum. Zou een speciale technologie zijn die in de auto zit. Of software. Want ik weet dat VLAN Studios is een studio, heb ik opgezocht, is in Canada. In Amerika ergens. In de buurt van New York, volgens mij. En ja, maar ik kan het ook fout hebben. Geen idee. Het is wel interessant. Dit is ook wat ongeveer het idee is. Je hebt een autootje, een echt daadwerkelijk fysieke autootje met Mario erin. En dan kun je op de Switch dan het spel spelen met download die gratis software. En dan heb je virtueel tegenstanders. En wat ik ook begrepen heb, waren het alleen de koppelings die je als tegenstanders kunt krijgen. De software voor dit is gratis te downloaden. Daarom, ik heb al gekeken, er zit geen downloadcode in. Dus mocht je dit door willen verkopen, je hebt alleen dit nodig dat je het autootje en de poorten doorverkoopt. Hier zie je ook enigszins wat er allemaal in zit. Dus je hebt een autootje, je hebt 4 poortjes, 2 richtingsbarrières en een USB-kabel. Deze USB-kabel heb ik al gezien, dat is ontzettend klein. En voor de rest is het allemaal leuk promotiemateriaal van wat je kunt doen. De auto heeft ook verschillende snelheden. Dat is afhankelijk wat er ook virtueel gebeurt in het spel. Zou de auto ook qua snelheid toenemen, dus sneller gaan rijden. Je ziet hier ook een Luigi versie. Achteraf gezien wilde ik eigenlijk liever de Luigi versie hebben. Maar toen ik dit spel ging bestellen, kon ik alleen de Mario variant vinden. En niet de Luigi variant. En ik was er een beetje laat achter. Misschien had ik eventjes moeten wachten, want nu had ik de Luigi variant wel gezien. En ja, aan de ene kant, zal ik het doen? Ja, je betaalt eigenlijk €120 voor dit pakket. En dat is best veel. Dus ja, en wat zit erin? Zoals ik al zei, een auto en stukken karton. Ik heb geen idee welke van de twee dingen... hier kun je zien. Je kan het zowel op de tv als in tafeltopmodus als in handheld. Hier zie je wel dat het handheld aangegeven is, maar je kan het eigenlijk ook gewoon in je Switch zetten. Hier wordt een beetje geïnstrueerd van hoe je het hoe je de spel moet downloaden. Daar heb je hier een instructieboek van.
Je kunt je kaart op deze manier opladen met het bijgeleverde kabeltje. En zoals je al ziet, dat is ontzettend kort. Maar wat ik ook begrepen heb, is dat je dit ding, gewoon de normale oplaadkabel voor de Switch, kun je er ook in steken en dan kun je hem in de, gewoon aan de muur hangen. Dan hoef je hem niet per se aan de dock te hangen. Oké, zullen we dan als eerste, als eerste het minuscule oplaadkabeltje. Ik denk dat vele mensen deze heel snel kwijt gaan raken. En dan, daarna. Dit is dan het, waarschijnlijk het belangrijkste gedeelte van wat erin zit. Ja, dan neem ik deze weer terug. Dan kun je dat zo openmaken. En dan kunnen we het hele hoop karton uitvouwen. Aan de kant dat. Dan de bubble wrap. Het is allemaal heel goed ingepakt. En uiteindelijk krijgen we dan de kaart. En dit is de Mario kaart. Niet de Luigi kaart, maar de Mario kaart. Ik moet zeggen, het ziet er allemaal erg leuk uit. Het is wel heel mooi opgezet. Het voelt ook wel, het heeft enigszins gewicht. Dus je voelt ook wel dat er echt daadwerkelijk iets in zit. Maar ja, dat heb je meestal met die afstandsbestuurbare auto's. Maar ja, toch, ik moet zeggen, het voelt wel alsof hier wat kwaliteit aan zit. Misschien dat deze dingen snel kunnen afbreken, die pijpjes. Maar voor de rest, ja, daar heb ik wel het idee dat er wel goed over nagedacht is. Het voelt niet goedkoop aan in ieder geval. Daar heb je de camera die erin zit. En dat is ook wat ermee gebruikt gaat worden voor in het spel. Dus ook al mag je het achterhoofd van Mario zien. Zoals je ziet, zit er genoeg ruimte in dat de camera totaal niet tegen dat achterhoofd aankijkt. Dus dat achterhoofd is echt virtueel allemaal erin gezet. Dit is de aanknop. Je drukt het in en dan gaat hij aan. En waarschijnlijk is hij rood omdat hij zegt van, hey, ik heb weinig batterij of niet? Nee, hij is wel. En hier onder dit panel, deze schuif je omhoog en dan heb je daar het oplaadpunt. Hier steek je hem dus erin om hem op te laden. En dit is niet iets van, dat moet ik eraf breken. Nee, dit is gewoon omhoog schuiven. Gaat heel erg gemakkelijk. Daar is goed over nagedacht. Dus het zou echt niet, je hoeft niks te forceren. Voor de rest zit er niet echt iets bewegends aan. Al zou ik niet al te hard gaan draaien aan deze wielen als die aanstaat. Volgens mij als ik hem inhoud gaat hij ook weer uit. Ja, daarmee gaat hij ook weer uit. En dan hebben we als volgende dit gedeelte. Dit is een hele pak. En die hele pak, wat zit daarin? Daar zitten alle poortjes in. Dit is het karton wat erbij zit. En zoals ook al hier aangegeven staat, moet je niets gaan forceren om die poortjes zo open te maken. Dat gaat je namelijk niet lukken. Wat je moet doen is, als je de poten eruit wilt, je houdt hem hierboven open en ze vallen er hier al vanzelf onderuit, zoals je kunt zien. En dan is het doel dat je deze kant wel een beetje uitvouwt. En heb je deze klap, klap je naar binnen. Of die flap, en dat houdt het dan ook stevig, dat het uit elkaar staat. En dan kun je een poot zo neerzetten. Dat doe je ook bij de andere kant. En dan krijg je op die manier, dit is poortje nummer 1. En zo heb je dus dan ook je poort. Je startpoort. En zo zet je hem eigenlijk op. Dan heb je nog twee andere. Dat zijn deze, dat zijn die richtingsaanwijzers.
Ook hier zie je dat dit ook al vast zit. Hier kun je wel een klein beetje zetten, uit elkaar zetten, maar je hoeft ze niet heel veel. Het staat vrij stevig al, hopelijk, al enigszins in de buurt. Dus, en natuurlijk heb je voor ieder ander poortje dat ook weer. Dit is geel, nummertje 2, nummertje 3 en nummertje 4. En ik moet ook zeggen, ik vind die plaatjes die hierop staan ontzettend te gaaf om te zien. Het is gewoon heel erg leuk. Gewoon erg interessante kunstwerkjes. En die heb je hier ook op de achterkant. Alleen, ja, dan heb je hier een mushroom, schild. Wat je ook zult zien is dat het spel zo op is gericht. Dat onder ieder poortje vind je dus de... Vind je de power-blokken, waar je power-ups uit kunt halen. Die zijn allemaal bij poortjes, heb ik het idee. Tenminste, dat denk ik. Moet ik dadelijk in de software nog kijken. Maar ja, dat zit er eigenlijk gewoon in. Het is interessant, moet ik zeggen. Het is een erg leuk pakket, een groot pakket, duur pakket. Ik weet niet wat het meeste kost hier, de auto zelf of het karton. Nintendo met Nintendo Labo heeft ook aangegeven dat karton erg duur kan zijn. Nou ja, het concept van het karton dan. Maar goed, ja. Wat kan ik er nog meer over zeggen? Dit is gewoon een hele leuke auto. Ik weet niet of ik toch nog een keer voor een Luigi kart ga of niet. Misschien wel, want Luigi Kart is ook wel heel erg gaaf om te hebben. Maar die dingen zijn wel ontzettend duur. Dat is het enige wat ik moet zeggen. Het is ontzettend duur. En hoe het gaat spelen? Dat zal ik zo meteen uitvinden. In ieder geval, ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. En tot de volgende keer. Doei. Doei. Mario, zwaai jij eventjes? Nee, je kan niet met je handjes bewegen. Dus geen doei. Doei. Ik ben Mario.